Zullen we eerst doen? Ik bedoel, dit is een hartstikke gezellige show. Maar gaan we eerst RN7 Boulevard doen? Of gaan we eerst even champagne doen? Ik dacht champagne en daarna Boulevard. Oké. Okay. Dus vind je dat goed, Maggie? Ja, ik vind het goed. En wat is RN7 Boulevard? Gaan we dan roddelen? Nou, Imke die is inderdaad onze RN7 Boulevard specialist. Dus ja? Die heeft alle roddels paraat. Oh. Dus dat is heel leuk. Oh. Ook over Rick? Ook over Rick, inderdaad. Hebben we nieuwe roddels over Rick? Ja, Rick, hebben we roddels over jou? Nee. Niks? En niks aan roddelen over jou. Oh, weet je hoe ze dat bij RTL Boulevard dan doen tijdens de redactievergadering? Hebben we niks, dan verzinnen we wat. Heel goed hoor. Ja. Gaan we zo meteen foto over jou verzinnen, Rick? Ja. Nee, maar gaan we dan eerst de champagne doen? Ja, zullen we dat doen? Lekker, want het is poppen. Het is lekker poppen inderdaad. Lekker poppen. Ik heb hem meegenomen, hè. Beloofd is beloofd. Ja, Rick, jij komt hier ook gewoon... Kijk. Oh, jullie hebben echt... Daar komen mooi, glaasjes al aan. Ja. Via televisie kijkt, je ziet inderdaad glaasjes en alles. Ja. Ik kan geen flessen openmaken. Daar ben ik heel slecht in. Opdrinken goed, maar openmaken lukt me niet. Nou, wat zullen we dan doen? Moet ik het gaan proberen? Ik ben heel kneuzig ook in dat soort dingen. Oh, maar dat vind ik leuk. Ja, dat is even leuk. Dat willen we dan zien. Dan kunnen we het daarna over hebben in Boulevard. Hoe jij een fles opentrekt. Ja, precies. Ja. Goed, ik kom wel even die, maar jij mag dan niet boven de mengtafel natuurlijk. Nee, dat is wel... Nee, maar kijk je kan het gewoon hier... hier heb je ruimte. Ik heb een idee, wacht. Imke, het is vandaag de laatste ochtendshow. Ja? Dan mag jij hier komen staan even. Oh, ja, want iemand moet het bedje even steeds opnieuw afspelen. Anders, anders is hij daar afgelopen. Kijk, het enige wat je moet doen... Als je ziet hem hier lopen. Ja. Als hij bijna klaar is, moet je hem even... terugzetten. Oh ja, okay, ja, dan moet je top. Even op de telefoon. Ja. Dan ga ik even die flessen proberen. Dank je, ga ik doen. Gaat lukken. Oeh. Ja. Oh ja, oké. Kijk, op de vroege ochtend. Nou, ja, je kan het. Je kan het. Oh, Mieke, wat staat die koptelefoon van jouw hart? Jezus. Ik denk dat jij wel gehoorbeschadiging hebt. Ik weet wel zeker. Hoe is dat nou dan daar te staan? Nou, het voelt wel echt... dan heb je het wel... Dan heb je het gemaakt. Dan heb je het gemaakt. Maar het schuift door. Dus ik sluit af. Ja, dit is wel gewoon heel... ik moet natuurlijk wel ook nog mijn taak doen. Dit kan niet open schieten toch hier? Nee, je kan alleen naar het plafond schieten. Ja. Maar dan kun je de kurk halen op het dak en meteen een wallie zwaaien. Want dat had je nog beloofd. Die man die loopt al 20 minuten met het hoofd omhoog. Oh, ik hoop niet dat dit... En recht houden, hè? Niet dat dadelijk mijn haar eraf schiet. Want er zijn misschien mensen die geloven dat het echt is. Maar voordat Boulevard erover begint, is niet echt... ik vind het altijd een beetje... Heerlijk. Lekker! Nou, ik vond het een hele goeie. Ging wel tegen een... screen aan daar. Oh, wacht, ik moet hem wel even terugzetten nog. Ja. Heel veel schuim. Ja, het is heel veel schuim. Mocht iemand hem gekoeld willen hebben, pak voor mij een glaasje water, want ik kan er ijs van maken. Ja. Dat weet je ondertussen. Ik poep de ijsklontjes er binnen 10 minuten uit. Zou het zijn, zeg. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja. Oh, Mieke, het gaat mis. Want ik krijg hem dus niet terug. Ik kan het ook niet pakken. Wat? Hoe moet ik dat dingetje pakken? Gewoon terugklikken. Gewoon klik. Vlug. Oh. Ja, kijk. Oh, gewoon klikken. Ik dacht dat ik hem moest... Ja. Ik dacht dat ik hem moest schuiven. Oh, ik schrok al. Ik denk, ik moet broodje jam dadelijk live in gaan zetten. Want we moeten iets op die achtergrond hebben. Oké, wacht. Ja, dan kunnen we misschien zo nog wel even doen. Nee, alsjeblieft, zeg. Dankjewel. Ik ga weer... Ik gewoon daar blijven zitten. Dat mag ook. Nee, ik vind het toch allemaal een beetje spannend hier. Oh. Doen we de volgende keer. Ja, om nou elke keer dat oranje streepje weer terug naar voren te laten schieten. Dat is ook niet super spannend. Nee, dat is ook niet echt Mattie en Marieke. Alle knopjes. Mattie en Marieke, die... Ja. Ja, die vergelijking wordt zo vaak gemaakt. Dan vind ik het wel heel erg leuk, want ik ben heel erg fan van Marieke. Ja, echt waar? Ja, absoluut. Nou, ik vind haar wel een hele mooie stem hebben. Dat, maar mij doet het een beetje denken aan... 538 met Edwin Evers. Dit? Ja. Oh, echt? En ik ben dan de vrijdag sidekick. Dus om 9:45 is het ta-ta-ta-ta-ta-ta. En dan doe ik mijn column, net als Peter Heerschop. Oh, ik heb liever Mattie en Marieke eigenlijk. Als jij klikt op Lego Horn, zie je die staan bij 3. Daar bij de cards 3, dan eentje naar rechts met je muis. Nog meer, daar naar beneden.
zo ergens in het jaar, met een lege hoorn. Dan moet je op klikken. Ja. En klik er maar op. En dan doe je deze omhoog. Even kijken, die. Ja. En dan druk je op de blauwe knop. Kijk. Lekker. Ja, even top. Hebben we allemaal champagne? En dan gaan we door naar RN7 Boulevard. En dan draaien wij even om. Jij mag weer hier gaan staan. Ja. Maar je mag het ook gewoon vandaag doen. Wat zeg je? Je mag het ook van mij ook wel vandaag doen. Even kijken, wat voor roddels hadden we eigenlijk weer? Nee, ik wil eerst. Ik heb dorst. Oh ja, we gaan eerst proosten. Ja, hoe gaan we dat doen thuis? Kom ik gewoon bij iedereen langs? Nou, als je de anderhalve meter aanhoudt. Ja? Proost. Dan moet ik een. Proost, lieverd. En dankjewel proost. Nog voor de uitnodiging. Die heb je zelf gekregen. Oh ja, dank mezelf voor de uitnodiging. Oh, nu hebben we ineens geen muziek. Wat gebeurt er nu? Hij is afgelopen, zie ik. En nu? En nu? Nu is tijd voor RN7. Nee, Michael, jij moet dit echt opnemen. Ik ga weer terug naar mijn plek. Okay. Ik ga terug naar mijn plek. Oh, het smaakt best lekker 's morgens om 9:15. Oh, zo. Heerlijk. Nou, ik ben benieuwd naar die roddels. Ja, die roddels inderdaad. Ja. Even kijken, waar staat het? Ik ben hem kwijt. Oh, ja, hè? Oh, hier staat hij. Ja. Ja. Met de echte tune ook. Hallo, welkom bij RN7 Boulevard. We hebben weer twee nieuwe roddels. En de eerste is, prinses Amalia is via Instagram bedreigd. Oeh. Dit is al wel geweest in januari. Ja. Maar nu is het dus bekend geworden dat de 32-jarige Wouter G. die wordt onderzocht bij het Pieter Baan Centrum om te kijken of hij wat eigenlijk ja, van is. Hij komt uit Nijmegen, toch? Komt hij uit Nijmegen? Volgens mij. Ging het nou om dat bericht, dat seksueel getinte bericht of zo? Want, ja, en ja, doodmaken ja. Ja, ook wel echt bedreigingen. Ja. Van, hey, ik ga je opzoeken. Ja. Dus ja. Het is allemaal best wel heftig. Ja. En wel heel zielig voor onze prinses natuurlijk. Ja. Ja. Dus, nou goed. Ik hoop dat deze man goed gestraft wordt en dat Amalia hier geen last meer van heeft. Ja. Hadden we er nog eentje. Weer over de Bachelorette. Dat is in mijn favoriete programma. Kijk jij het wel eens, Mackie? Met Gaby Blazer. Ja. Nee. Nee. Nee, ik vind Gaby Blazer... Vervelend. Ik heb er een tijdje gezien op Instagram. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, je bent een groot talent. Je wilt presenteren, je hebt geacteerd. Het enige wat ik van je zie is je navel. Ja. En dan denk ik, ja, en die navel is toch strakker dan die van mij. Dan ben ik een beetje pissig. En dan ontvolg ik er. En dan heb ik een grote opgespoten lip. Dan moet ik wel zeggen, ik zou wel graag met het programma mee willen doen. Mm-hmm. En dan ook 20 van die gasten. Ja. Ja. Maar ik ken haar alleen maar van Spanglas eigenlijk. Ja, bij Spanglas was hij ook echt heel mooi. Ze is nu nog steeds, hebben we het laatst ook nog over gehad. Nu nog steeds wel heel mooi. Nou, ik ken haar opa. Die was vroeger heel beroemd. Jan Blazer. Ja. Oh. Jan Blazer, wie is dat? Is hij van daaruit ook zelf ook beroemd geworden dan? Ik denk het wel. Ik denk via de opa. Ja. Nee, Jan Blazer was een hele beroemde acteur, cabaretier. Hij heeft nog hits gehad en heeft een Zeg eens A gespeeld. En Gaby is daar een nazaatje van. Wat leuk. Wel minder getalenteerd. Maar we hebben dus nog van de Bachelorette nog een nieuwe roddel. Want er wordt dus nu verteld dat Jordi eigenlijk al een vriendin had tijdens de deelname aan Bachelorette. Jordi was echt wel een van de favorieten van Gaby, ik weet het eigenlijk nooit. Maar goed, in een vlog van Rijk Hofman, die had dus gezegd van ik heb een anonieme tip gekregen. En Jordi had al een vriendin tijdens Bachelorette. En daar heeft hij echt wel een paar minuten over gepraat wat het dan precies zou zijn. Mm-hmm. Jordi heeft daar zelf alweer op gereageerd van vanaf minuut 1 tot minuut 5 heeft hij het dus over mij. Wat een sensatiezoeker ben jij. Jij zegt tegen mij dat mensen over lijken gaan voor fame. Maar volgens mij maak jij van mij nu een lijk. En wil je inderdaad over mijn rug gaan voor de fame. Want dat is wat er gezegd wordt over Jordi. Dat hij alleen maar met het programma mee heeft gedaan. Om de fame eigenlijk. Nou, of dat waar is. Ik vond die uitspraak wel beter dan die van mij. Van water in ijs veranderen. Ja, over mijn lijk. Nou, ik denk dat iedereen die tegenwoordig meedoet met dat soort programma's... het eigenlijk alleen maar doet voor de fame. Ik denk dat zelf ook. Aan de andere kant denk ik, ja, hoe erg is het eigenlijk? Daar hadden wij het laatst over van... Mm-hmm. Jij bent een beetje mediageil. Ja, ik denk dat iedereen die op social media zit mediageil is. En sowieso als je iets doet waarbij je jezelf uitdraagt... ik bedoel, radio maakt, televisie, dragshows... Dan ben je eigenlijk een beetje aandachtsgeil. Maar is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Nee, dat is helemaal niet erg. Maar ik persoonlijk vind wel dat je dan iets moet kunnen. Ja, dat klopt. Of daadwerkelijk iets moet zeggen. Als jij echt niet verder komt dan een string. Of die volg ik dan heel toevallig. Hè, van die knappe... Rick kent het misschien wel op Instagram. Van die knappe jongens met sixpacks. Mm-hmm. Alleen in een onderbroek aan. Ze kennen niks, ze doen niks. Maar ze worden toch gevolgd. Heel goed sporten en gezond eten. Ja.
Misschien. En tegenwoordig kun je daar heel beroemd mee worden. En dat is het misschien ook wel met die Jordi. Want Jordi is echt een super knappe gast. En hij heeft nu ook een podcastsessie gestart en een YouTube-kanaal. En hij is overal te zien. Dus misschien heeft hij het gedaan voor de fame. Maar dan is hij wel goed op weg, want hij heeft mega veel volgers. Even over de fame. Ja. Big Brother komt terug volgend seizoen. Oh, echt? Zouden jullie daar aan meedoen? Big Brother. 100 dagen zonder telefoon. 100 dagen zonder telefoon zou ik wel een hele mooie uitdaging vinden. Maar ook in dat huis, hè? Dag en nacht gefilmd, tot in de douche. Nou, dat hoef ik dus niet. Nee, ik ben best wel gesteld op mijn privacy eigenlijk altijd, merk ik. Ja. Ja, dat is echt zo. Ik zou ook nooit in een studentenhuis kunnen wonen, omdat ik niet relaxed vind dat de mensen gewoon binnen kunnen komen, zeg maar. Ja, maar zou jij bijvoorbeeld ook gewoon op het toilet kunnen zitten aan publiek? Nee. Ook niet. Nee, ook niet. Hou ik niet van. Nee, dat vind ik echt heel vreselijk eigenlijk. Ja, ik ken dat. Imke, jij? Ik denk wel dat ik het zou kunnen. Ja? En ik denk dat ik het ook best wel leuk zou vinden om met zo'n programma mee te doen. Maar ik doe het niet omdat je dan meteen zo'n... Ja, dan ben je weer meteen zo'n persoon die eraan mee heeft gedaan. Dat wil ik niet, maar het lijkt me wel heel leuk om daar aan mee te doen. Ja. En zo'n Ex on the Beach, ik zou er nooit aan meedoen. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om dat van binnen allemaal eventjes een keertje te bekijken. Dat zou ik wel leuk vinden, Ex on the Beach. Ja, en dat je dan een van die... En ik zou zelf dan niet echt een kandidaat willen zijn. Maar bijvoorbeeld dat presenteren, lijkt me geweldig. Ja, dat lijkt me geweldig als al mijn exen in één keer op de beach aankomen. Maar zulke grote stranden bestaan er niet. Nee, maar dat lijkt me ook wel. Dat zou ik daaraan meedoen, Ex on the Beach. Ja? Ja, heel veel kandidaten, hoor. Nee. Zou jij meedoen in Ex on the Beach? Ja? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat hoeft allemaal niet voor mij. Ben je trouwens single? Gaan we over ons roddelen. Je bent single. Ja, ik ben single. Ja, en bevalt het? Of zeg je, nou, ik ben bij toe aan... Nou, ik ben daar nog niet helemaal over uit, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Het is want we ongeveer... kunnen natuurlijk altijd een oproepje doen, dames. Dat is leuk. Ja, dat mag zeker. Dat mag altijd. Nou, ik heb nu ongeveer, denk ik, 2 jaar geleden mijn laatste relatie verbroken. Ja? En sinds die dag bevalt het me eigenlijk best wel goed. Maar het is natuurlijk altijd leuk om een beetje in het rond te kijken, laat ik het zo zeggen. Ja, maar met een relatie kun je ook gewoon in het rond kijken. Oh ja, dat klopt. Kijk, ik doe dat ook. Ik ben al 17 jaar getrouwd. Maar ik kijk nog steeds... Ja, ik kijk nou niet rond. Kijk nou recht voor me uit. Maar normaliter, dat weet ik nooit. Ik kijk ook rond. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van... Ja, maar je bent getrouwd. Ja, maar rondkijken mag wel, maar... Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, ik heb in het gemeentehuis een ring gekregen. Hij heeft met een hamer niet licht uit mijn ogen geslagen. Nee. Dus ik kijk rond. Maar je wil een oproepje doen? Ja, voor jou en niet voor mij. Oh. Ja, nee, doe maar dan. Mag van mij. Ja? Wacht, doen we al eventjes... We kunnen natuurlijk ook gewoon het aankomend seizoen een soort datingprogramma maken. En dan kom ik om de zoveel tijd kom ik even checken of het gelukt is. Ja, dat is goed. Wil je dan bij deze een oproepje doen? Ja. Nu denkt iedereen dat ik op die toeter zelf zit te blazen. Zo van, nou, ze hebben Broodjes M gezongen, zal ze ook wel op die toeter blazen. Leuk voor mijn imago. Lieve dames, ben jij vrijgezel en heb jij zin in een leuke jongen met een paar tattoos en een mooie glimlach en een mooie stem, die ook nog eens werkzaam is bij RN7. Dus ook een beetje mediagel, dat vertelde Imke net. En heb je zin in een lekkere, goede verkering met iemand die het heel erg druk heeft, precies is en bijna nooit thuis is en het liefst in zijn eentje poept en niet in een studentenhuis, dan kun je schrijven naar RN7. Of wil je het eerst via mij regelen, dan kan dat via Instagram of Facebook op Maggie de Maxter. En we regelen het. Ik hoop dat ik zoveel reacties krijg. Oh. De app stroomt binnen. Ja, echt hoor. Echt, dadelijk alleen maar drag queens. Nou, laten we dat ook doen.